YouTube, ik zit hier met vandaag de nieuwe video. Het is vandaag de roomtour video. Maar het stuk die ik nu opneem, neem ik op voor ik aan de video ga beginnen editen. Het stuk die ik heb weggeknipt was normaal de aankondiging voor de livestream van vrijdag. Maar die is niet doorgegaan. Maar ik kan jullie zeggen dat de livestream verplaatst is naar nu vrijdag. Dus nu vrijdag om 7 uur live op Twitch. Elke video van deze week ga ik gewoon zeggen, ja, ik ga live op Twitch. Dus kom jij kijken, laat het dan even weten in de comments. 7 uur vrijdag Twitch. Voor de epische stream. Deze wordt niet onderbroken. Gaat gewoon door. Dus zie ik jou, daar zou gewoon fucking episch zijn. Als ik jou niet zie, ja. Ja, dan niet, hè. Dus nu ga ik beginnen aan de roomtour. Ik zou vast zeggen, doe duimpje omhoog. En let's go. Ga ik dus West-Vlaams praten. Dus in de video gaat er heel de tijd, als ik West-Vlaams praat, ondertiteling zijn. Dit is de laatste keer dat ik algemeen beschaafd Nederlands praat in deze video. Dus jongens, ik zou zeggen, let's go. Yo man van mijn channel, we zijn hier nu dus in mijn huis. En ik ga speciaal voor jullie een house tour doen. Volledig in het West-Vlaams. Dus als jullie me niet zo goed kunnen verstaan, er is ondertitelingen. Dus man, ik zou zeggen, we gaan er een keer aan beginnen. En mijn kamer heb je er natuurlijk al gezien. Als je mijn kamer, roomtour ding nog niet gezien, check dus eerst die videokist, dat doen we op mijn channel. Eerst door houden aan inkomen, ja, dat is simpel, dat is hun hang. En in de hang is er niet altijd wat te zien. Maar het wat heel speciaals is wel de badkamer. En de badkamer heb je er waarschijnlijk al vele gezien in mijn video's. Want ik zit niet wel vele om stomme dingen te filmen. En een grote spiegel in mijn badkamer aan. Ah, you man. Hier is de shitpot. Daar zit de katten. Daar is de douche. Hier is het bad. Dus dat is mijn badkamer, niet zo groot, maar alles wat aan moet nemen. De laatste kamer op de tweede verdiepingen, ja, dat is de kamer van mama, met een fucking huge bed, een beetje kast, en voor de rest is het hier eigenlijk niet. Wat heel speciaals is in het plafond, en we er een soort van had. Ik weet niet waarom dat er is. Dus ik ga nu van de trap, dat eerste verdiep, en je een keer tonen hoe dat minus eruit ziet op het eerste verdiep. In de hang van het eerste verdiep en we er ook een shitpot. Hier kun je staan op je gemak een katten, en ja, het is hier heel gezellig. En als we de deuren open, dan zitten we gewoon in mijn keuken. Het is niet zo'n grote keuken, we hebben een stoverietje, we hebben alles wat we moeten hebben. Een gezellig tafel voor te eten. En dan gewoon een groot vester met de tun. Voor de rest is het eigenlijk gewoon een basic keuken. De koekjeskast. Voor de rest gewoon al de glazen en het taloor. En nu zitten we eigenlijk in de living. Hier hebben we de wijnverzameling van mijn moeders. En dan we deuren lopen naar mijn echte living. Dat zie je hier in mijn katten. Dat in een mandje ligt. Hier hebben we dat hun de zetel. En de tv. En weer een groot vester. Ook een beetje een standaard boerrek. Mama vond dat wel leuk. Hier hebben we ook een grote boom. Ik weet niet waarom dat er staat. Katje. Dan hebben we natuurlijk nog de glijdvloers. Weer van het trapje. En dat is hier eigenlijk wat je ziet dat je nu eens binnenkomt. Je wandelt deuren, een beetje deuren. En dan zit je eigenlijk in het waskot. En hier hangt na de jassen, de schoen. Ja, en de wasding. Dan hebben we eigenlijk gewoon nog mijn garage. En in de garage staat een auto. Een Audi. En voor de rest hebben we in de garage eigenlijk niet zoveel speciaal staan. Dus man, ik hoop dat je het een beetje een leuke video vond. Ik weet het, was niet zo'n lange video. Maar ik heb er wel even weer in gestoken. Ondertitels onder de video zetten, natuurlijk dat is al lang. Man, ik hoop dat je het een beetje leuk vond. Ik zijn zit. Zeker zijn, dus zeer duimpje omhoog. Laat een reactie achter. Deel deze video met je matjes. Ik zijn zit en ik zeg, man, tot de volgende keer. Allee, ja, you. Ik ben zeker als ik deze video niet had ondertiteld, dat jullie er geen fuck van gingen verstaan. Weet wel dat ik natuurlijk niet zo praat in het echte leven. Ik had ook moeite, ik vond het ook een beetje moeilijk om nog echt plat West-Vlaams te praten. Maar ik heb geprobeerd zo West-Vlaams mogelijk te praten. Dus ik hoop dat je het een leuke video vond en ik weet dat veel mensen dit al lange keer wouden dat ik zo'n video ging maken. Dus ik heb het dan nu een keer gedaan. Ik hoop dat je het leuk vond en adios.